Uit onderzoek van de Rekenkamer Arnhem blijkt dat mensen vaak in een schuldenval gevangen blijven zitten. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat veel hulpverlening binnen de wijkteams weinig doel- en resultaatgericht is. Raadsleden stelden hierover kritische vragen aan wethouder van schuldhulpverlening Martien Lauwers. TV-verslaggever Pieter Pluijgers sprak met wethouder Lauwers, fractievoorzitter van D66 Sabine Anderweg en CDA-commissielid Scott van den Broek. We hebben vanavond het Rekenkamerrapport op de agenda gehad. Dat heeft gekeken naar hoe is de schulddienstverlening in Arnhem georganiseerd. En zij zien een aantal verbeteringen. En ik heb aangegeven dat we die verbeteringen die zij zien ook allemaal mee willen nemen in een nieuwe aanbesteding voor schulddienstverlening. Wat mij betreft is het doel in ieder geval zoveel mogelijk mensen schuldenvrij. En hoe je daar komt, daar zitten dus ook een aantal aanbevelingen in dat rapport. Dat je met zo min mogelijk partijen samenwerkt. Dus we willen met één partij die het hele traject met een Arnhemmer kan doorlopen. Betere nazorg, meer bekendheid van wat onze dienstverlening is. Ook sneller zicht op schuldenvrij. Want soms kan het misschien wel 5 jaar duren voordat iemand vanaf het eerste gesprek tot en met de schuldsanering en dat die echt uit de schulden is, dat is lang. Dus daar zien mensen soms heel erg tegenop. Dus hoe kun je meer mensen motiveren om in zo'n traject te komen? We hebben vandaag het Rekenkamerrapport besproken en daar komen een paar aanbevelingen uit. En ook aanbevelingen waar we wat mee kunnen doen. Maar tegelijkertijd meldde de wethouder hier ook vanavond van: goh, beste raadsleden, jullie hebben verder geen tijd om mee te kunnen denken, want wij gaan 9 juli aanbesteden. En dat betekent dat we eigenlijk nu, zonder dat er een visie ligt vanuit het college, moeten meepraten over een onderwerp wat wij heel erg belangrijk vinden. En vanavond het enige stuk wat er ligt is een rekenkamerrapport. En dat is een goed rapport. Maar ze hebben zelf ook aangegeven dat het een heel beperkt rapport is. En dat er veel meer mogelijkheden zijn op dit moment. Op dit moment 1 op de 5 huishoudens echt problemen heeft met betalingen. 16.000 mensen wordt over gesproken. En dan is het altijd de vraag van ja, hoe gaan we ze bereiken? Wat je ook ziet is dat mensen kunnen het wijkteam bijvoorbeeld bellen. Maar dat is best een drempel. Het moment dat je aangeeft dat je ook echt een schuld hebt. Vaak is de schuld bij mensen dan al opgelopen tot 40.000 euro. Wat je ziet is dat mensen met heel veel schulden gewoon enorm veel stress ervaren. En we weten ook dat mensen die heel veel stress ervaren gewoon niet goede rationele keuzes kunnen maken. En dat betekent ook dat je mensen moet helpen. En dan kun je niet met een formuliertje komen van vul het maar in en dan gaan we je helpen. Wat we hier net hebben meegemaakt gaat inderdaad over de schuldenproblematiek. Die is heel breed. En een rekenkamerrapport wat uitgebracht heeft eigenlijk hoe functioneren op dit moment de wijkteams. Doet wat suggesties en dat moet meteen het volledig nieuwe beleid worden van deze gemeente. Nu staan we voor een aanbesteding, dat wil zeggen dat we een partij opnieuw eigenlijk gaan contracteren. Daar worden die aanbevelingen in meegenomen, maar wat nu precies die stip aan de horizon moet worden, hoe gaan we het allemaal doen, op basis waarvan gaan we het allemaal doen, dat wordt hier niet helder. 9 juli is de nieuwe aanbesteding. Klopt. En daarna volgt er dus een plan van aanpak. Dit jaar nog. Volgend jaar komt er een visie, mogen we dan verwachten. En daarmee zou dat kunnen betekenen dat die hele aanbesteding weer op de schop gaat. Daarvan geeft de wethouder aan, ja, maar we gaan vragen of ze met ons mee willen denken. Maar ja, welke reactie kun je nu dan verwachten van zo'n partij die we gaan contracteren als zij niet weten wat er volgend jaar gaat gebeuren? Dit was het moment geweest om te acteren en dat heeft de wethouder verzuimd.